Ik ben omgetoverd tot een klein zeemonster. En nu moet ik schatten zoeken en punten verzamelen. Zodat ik het grootste en engste zeemonster ooit kan worden. Goed, jongens, daar zijn we dan. We zijn een heel simpel klein axolotteltje. En we zijn zojuist uit dit eitje hier gekomen. De bedoeling nu is dat we gaan upgraden. En letterlijk de grootste en meest machtige axolotl ooit worden. En zoals je kan zien zijn we nog maar gewoon een simpel klein axolotteltje. De bedoeling nu is dat ik volgens mij 25 van deze visjes hier ga vermoorden. En dan heb ik waarschijnlijk mijn eerste level gehaald. Dus laten we gewoon kijken. We gaan gewoon heel veel visjes slaan. Het spijt me, visjes. Er kan maar één axolotl de sterkste zijn. Oké, we hebben er nu 10. 12. Ik vind het best wel zielig. Ik moet gewoon allemaal simpele visjes vermoorden, jongens. Maar ja, ik moet wel gewoon de grootste axolotl ooit worden. Ik moet het grootste zeemonster zelfs worden. Ik denk dat dat het is. Ik ga het niet eens meer axolotl noemen, want ik ben vis aan het vermoorden. Dus ik ben gewoon een zeemonster. Hoppakee! We hebben er 25. Het is denk ik tijd om te evolueren. Dus laten we er hier uitklimmen, zo. En dan hier... Oh, ik kan alleen niet te lang boven water blijven. Want dan kan ik niet meer ademen. We zijn natuurlijk een axolotl, oftewel een zeemonster. En we kunnen alleen maar onder water ademen. Maar we moeten hier naar de tempel toe. En dan bij de tempel is het tijd om te evolueren. Ik ben ready om te evolueren. Kom maar, kom maar. Kom maar, ik wil evolueren. Gun het me. Gun... Oh, jee. Jongens. Jongens, daar gaan we. Als het goed is, evolueren we. En we zijn level 1. We waren nog niet eens level 1. Moet je nagaan. Goed, jongens. We zijn level 1. En de bedoeling nu is dat wij zoveel mogelijk dieren gaan vermoorden. En dat klinkt misschien heel gemeen. Maar we moeten zoveel mogelijk punten scoren. Want we moeten natuurlijk evolueren naar een veel groter level dan dat we nu zijn. Ik heb een axolotl zwaard kunnen krijgen. Daarmee kan ik gewoon heel simpel diertje slaan. Ik heb 351 punten en ik denk dat ik er veel meer moet hebben natuurlijk. Want ik wil wel een mega axolotl worden. En gelukkig kan ik heel snel door het water zwemmen. En ik kan wel die visjes blijven doodmaken. Maar ik denk dat er ook een betere manier is om te levelen. Hier, dit is een grotere vis. Kijk, die geeft ook maar 1 punt. Zijn er geen zeemonsters die ik... Oh, een squid misschien. Hoeveel punten geven jullie? Ook maar 1. Deze geven ook maar 1 punt per... Dat is ook niet echt ideaal. Ah, kijk. Dit zijn zeemonsters. Deze willen we doodmaken, jongens. Kom hier. Kom maar hier. Hoeveel punten geven jullie? Ah, kijk. En nieuwe items verzamelen, jongens. Dat geeft me blijkbaar ook punten. Zoals je ziet heb ik nu al 700 punten. Omdat ik items verzamel die ik nog niet eerder had. Ah. Kijk, en inktzakjes, die had ik ook nog niet. Dus als ik dieren vermoord die ik nog niet heb gevonden... Zoals hier zie ik een koe lopen. Als we deze koe nou even vermoorden, krijg ik weer een nieuw item. En als het goed is... Krijg ik daar ook punten? Nee, hier krijg ik er weer niet punten van. Laten we even snel terugzwemmen naar onze basis... om te kijken of we misschien al kunnen evolueren naar level 2. Ik ben heel benieuwd namelijk hoe dat eruit ziet. Oké, we zijn aangekomen bij mijn thuisbasis, als het ware. Even kijken, wat heb ik nodig om te evolueren? We gaan mijn puntjes gewoon geven. Ik ben benieuwd. Hoeveel als ik al mijn puntjes geef, gebeurt er dan iets? Evalueer ik de 800 punten moet ik geven? Oh, ja! Ja, daar gaan we, jongens! Daar gaan we! En we gaan naar, als het goed is, level 2. En hoe zien we er dan uit? Jeemig, wat een unit! Kijk me nou! Kijk hoe we eruit zien! We zijn een beest! We zijn echt een monster nu. Oh mijn god. En ik ben nu ook sneller op het land. Jeemig, wat zijn we snel nu ook onder water! Volgens mij zijn we nog sneller dan dat we net waren. En ik heb blijkbaar een nieuwe aanval die... Wacht, we gaan hem testen op de squid hier. Wat is dit? Oh, dan trek ik hem naar me toe en dan gaat hij dood. Oké, goed om te weten. Het ding is, ik moet wel eten gaan regelen. En we moeten ook een beetje een soort van heel simpel gewoon gaan survivalen. Hallo villagers, ik ga jullie ook vermoorden. Ik ben een monster. Ik ben een zeemonster. Dat betekent dat we ook gewoon villagers moeten vermoorden. Kijk me rondlopen ook gewoon hier. Alsof ik gewoon een normaal beest ben. Ah, we kunnen ook gewoon wheat bakken hier. En dan gaan we dat gewoon even tot brood. En dan eten we gewoon brood. Zo simpel is het. Is er een crafting table hier ergens? Of moet ik die gewoon maken? Een axolotl key. Oh, die kunnen we zo meteen mooi gebruiken. Hier, we gaan wel een eigen crafting table maken. Ik vind het oprecht heel grappig dat ik gewoon kan survivalen. Ik moet wel een beetje op mijn water letten. Maar gelukkig kan ik hier het boven mij laten regenen. Waardoor ik gewoon kan ademen terwijl ik boven water ben. Hier, laten we even wat brood maken. Dan heb ik gewoon eten. Zo simpel is het, jongens. Hier, dan gooien we die weg. Oké, de sleutel bewaren we. Laten we even het water induiken en kijken... Oh, wacht, trouwens, die schapen en varkens moet ik ook killen. Dat zijn nieuwe items die ik nog niet eerder had. Hier. Een schaap, hoppakee. Zo. Oké, blijkbaar heb ik niks aan die spullen. Maakt niet uit. We duiken weer het veilige water in, jongens. Ik moet zoveel mogelijk puntjes verzamelen. Ik wil naar level 3. Wat heb jij voor mij, klein babymonster? Wat is het?
Fishing rod natuurlijk. Oké, daar hebben we alleen niet zoveel aan. Want ik ben zelf een vis. Ik ga mezelf niet opvissen. Oké, we zijn weer even thuis. Want ik heb hier een sleutel. En die wil ik heel graag gebruiken op deze kist hier. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Oh, 250 punten en een music disc. En zo te zien heb ik 5000 punten nodig om naar level 3 te gaan. 5000. Oh, dat is echt heel veel. Tijd om maar even heel veel dingen te vermoorden en heel veel items te zoeken. Er zijn allemaal geheime tempels hier en zo. Oh, wacht, kijk dit nou jongens, een basisje. Ah, 50 punten zo te zien. Allemaal visjes, misschien kan ik die zo meteen verkopen. Nog een keer 50 punten. Een sleutel, 50 punten. Ja, hier doen we het voor jongens. We moeten meer van dit soort basisjes vinden. Gewoon goed rondzwemmen en kijken wat we allemaal kunnen vinden. Ik durf te wedden dat we nog veel meer schatten onder water kunnen vinden. Hé, hey, wat is dit? Een soort... Wat noem je dat ook alweer? Een boomhut. Ik weet niet waarom ik niet op dat woord kwam. Een boomhut, jongens. Laten we even kijken wat we hier allemaal kunnen... Kijk, heel veel wheat. Als ik dit zo meteen hak en ga verkopen... krijg ik volgens mij ook 100 punten. Een kissie? Ah, armor. Kan ik armor aandoen? Ik kan armor aandoen. Oké. Je ziet het alleen niet, maar ik kan het wel aandoen. Laten we even slapen. Oké, er zijn vast nog wel meer kisten en loot. Ah, hier, kijk. Ja, nog een sleutel, jongens. Oh, ik ben heel blij met die sleutels. Als we ooit 5000 punten voor level 3 moeten hebben, is sleuteltjes is de manier. Een enderpearl? Oké. Oh, die kon ik... Oh, die moest ik verzamelen. Top. Nog een sleutel. Ik moet wel opletten, jongens, want ik moet zo meteen weer even onder water. Mijn zuurstof raakt op. Of een soort van... Mijn water raakt op, mijn zuurstof raakt op. Het is andersom natuurlijk. Ja, laat het wel even regenen boven, maar dan kan ik gewoon weer een tijdje er tegenaan. Oh, 50 punten, 50 punten en nog een sleutel. Oké, de boomhut hebben we nu wel gehad. Maar volgens mij, jongens, als ik hier een beetje om me heen keek... Daar is ook een tempel. Ik red deze sprong in het water. We zijn een axolotl, jongens, een zeemonster. Natuurlijk red ik het onder water. Oké, laten we deze tempel ingaan. Ik moet wel even oppassen dat ik niet dan dood ga, want er zitten meestal ook vallen hierin. Even kijken. Oh, dat is een zombiespanner. Kan ik daar veilig naar beneden op een manier? Ja, ik wil heel graag daar gewoon naar beneden, maar ik ben bang dat ik dood ga. Wacht, laten we later terugkomen met een beter wapen. Er zijn vast nog wel andere dingen die ik even kan avonturieren. Zoals deze village heb ik voor mijn gevoel helemaal nog niet helemaal geloot. Ik heb die yellow barrels bijvoorbeeld nog niet eens allemaal bekeken. Kijk, er zitten gewoon punten in en zo, zie je? Nog meer armor, visjes. Nog een sleutel, jongens. Oké, we hebben inmiddels 1371 punten. Laten we weer heel even snel terug naar huis zwemmen. Want ik heb ook heel veel sleutels. En dan gaan we de volgende keer dat we op pad gaan, gaan we die kant op daarheen. Want daar zijn ook denk ik wel heel wat leuke dingen. Er zijn nog zoveel plekken die ik gewoon moet bekijken. En waar ik waarschijnlijk punten kan vinden. En sleutels en andere gekke dingen. Oké, sleutel nummer 1. Wat krijgen we eruit? Heel wat punten. En that's it ook gewoon, volgens mij. Maar kreeg ik alleen punten eruit. Wat krijgen we nu eruit? Volgende sleutel. Diamonds? 2 diamonds? Oké. En dan nu? 12 boeken. Ik weet niet of ik daar wat aan heb, maar prima. Volgende kist. Een diamond pickaxe. Dan kunnen we dingen beter slopen. En nieuwe... Want namelijk als je blokken verzamelt die je nog niet hebt en het is een speciaal blok, dan krijg je ook heel veel punten. En uit de laatste sleutel krijg ik weer 2 diamonds. Oké. In de tussentijd kan ik met onze trader, kan ik hier deze traden. En dan zelfs 2 keer nog een keer. Oh mijn god, wat de punten. Wat een punten. 1600 punten al. 1700 zelfs. Oké, we gaan weer op pad. Oh, ik ga bijna dood. Oeh, ik moet even regen boven me hebben. Anders gaan we dood. Oké, de regen is boven me. Oké, ik ben ook wat bamboe aan het verzamelen. Want ik had gezien als ik bamboe verkoop dat ik ook heel wat punten kan krijgen. En ik denk dat dat toch de snelste manier is om te levelen. Is toch gewoon dingen met die man te verkopen. Kijk, als we namelijk bamboe... Kijk, het is niet de beste blijkbaar. Want je kan veel betere trades krijgen, zo te zien. Ah, het is beter dan niks, weet je. Hier. Goed jongens, we zijn ongeveer een half uur verder. Ik heb wat missies voltooid, ik heb wat beesten vermoord en ik heb hier 10 nieuwe shards. Waardoor ik, als het goed is, een zwaard upgrade kan doen. Ja, hierdoor kunnen we mijn normale zwaard naar een mega, of hoe heet het? Een power sword. En uiteindelijk kan ik hem ook naar een mega zwaard doen. Maar voor nu hebben we een veel beter zwaard. En ik ben benieuwd hoeveel damage dit allemaal gaat doen. En het ding is, als ik nog heel even wat extra dingen ga traden... Met deze man hier, met deze villager. Dan kan ik daarna ook diamonds traden en emeralds en zo. En kijk hoeveel punten ik daarvan kan krijgen. Ik heb inmiddels 3700 punten. Volgens mij moest ik 5000 halen. Ongelooflijk. Ja, 5000 moet ik halen. Jee, maar voor level 3. Dus we zijn er bijna. Oh mijn god, er is hier gewoon een kist onder mijn basis. Met heel wat punten hier.
Oh, oké. Zitten dan nog meer hier in mijn basis verstopt waar ik niet vanaf wist? Gewoon extra geheime kamertjes en extra kisten en weet ik wat hier achter de waterval? Oh ja, nog een kist. Oh mijn god. Oké, dit wist ik allemaal niet. Dit wist ik allemaal niet, jongens. Dit zijn de punten die je nodig hebt. Oké, laten we mijn hele basis even uitspitten. Er zijn sowieso nog meer plekjes die ik gewoon gemist heb. Die watervalletjes omhoog volgen. Oké, dat komt nergens uit. Maar er zijn sowieso nog extra dingen die ik gewoon nog niet heb gevonden. Hieronder. Ja, hier hebben we... Jeetje, weer heel veel punten. Zo halen we die 5000 punten wel makkelijk, jongens, op deze manier. Kijk, daarboven is nog een grot. Daar gaan we ook kijken. Hier. Hier is nog een grot. Ja, 100% ga ik hier... Ja, ik zie hem al. Ik wou het zeggen, 100% vind ik hier een kist. En er zit in ook weer lekker wat punten. We zijn er bijna. We hebben bijna genoeg punten voor level 3. Ik wil het nieuwe zwaard wil ik ook nog heel even testen. Waar gaat dit heen? Oh, oké. Oké. En een nieuwe kist gevonden natuurlijk. 300 punten. Oh, dan hebben we genoeg. Dan hebben we genoeg. Wacht, ik wil alleen nog even deze waterval op. Ik heb het gevoel dat bovenaan de waterval ook wat bijzonders is. En is dat ook zo? Nou, er is hier niet echt iets. Wel mooi uitzicht, maar dat is niet precies wat ik zocht. Oké, laten we maar weer naar beneden vallen. Oh mijn god, ik moest niet doodvallen. Oké, jongens, het is tijd om naar level 3 te gaan. Axolotl level 3, let's go, daar gaan we. Al mijn puntjes weer inleveren waar ik zo hard heb voor gestreden. Daar gaan we. Daar gaan we, jongens. De evolutie van level 2 naar level... Hoe gaan we eruit zien? Hoe gaan we eruit zien? We worden gewoon half mens, half axolotl. Half mens, half zeemonster. Oké, wat is mijn nieuwe dinges? Waterboost? Oké, dit is water. Geeft me een mega speedboost. Of... Oké, we doen wel gewoon waterboost. Ik wil waterboost hebben. Oké, jongens. Level 4 kost 10.000 punten. Maar dat is wel het allerlaatste level wat ik kan halen. Dus ik moet nog 10.000 punten verzamelen. Dat meen je. Oh, dat zijn er echt heel veel. Maar kijk hoe we eruit zien. We zien er wel echt gewoon goed uit. Speedboost. Oké, wat is die? Je kijk hoe snel ik ben. Oh mijn god, hé. Oké, ik ga nog heel even mijn basis hier een beetje doorzoeken. En zodra ik alles heb gevonden, althans zodra ik denk dat ik alles heb gevonden, dan kunnen we weer verder gaan. Zoals hier zit nog ook iets geheims, jongens. Hier zit ook nog iets geheims. Koeienspan-ek, hè? Huh? Ik had meer gehoopt op puntjes, maar oké. Goed, jongens, we zijn natuurlijk een mega zeemonster nu. We zien er echt prachtig uit. We hebben zelfs een outfitje aan. Maar ik heb in de tussentijd heb ik heel wat bamboe verzameld. Ik heb wat weed kunnen verzamelen en zo. Dus als het goed is, kan ik nu weer gaan trainen. Kijk, me zwemmen dan. Kijk hoe snel ik onder water zwem en hoe een groot monster ik ben op het moment. Ik heb inmiddels ook al 1000 punten door dingen die ik heb kunnen verzamelen. En volgens mij heb ik alle speciale plekjes wel een beetje gehad. Dus alle loot, kistjes en zo heb ik ook al kunnen vinden. Ik denk dat er niet meer echt iets is voor me. Het enige wat ik nu nog moet doen is 9000 extra punten verzamelen. Want ik moet 10.000 punten hebben om naar het laatste level te gaan en een volwaardig zeemonster te worden. Oké, kijk. Laten we heel even alles traden hier gewoon. Al deze prachtige dingetjes en zo. Hoppakee. Zo. Zo. Dan ook alle Wii traden. En Wii traden krijg ik wel helemaal heel veel van, jongens. Oh, oké. En nu is hij, als het goed is, weer een nieuw level. Ja, en dan kan ik diamonds en zo trainen met hem. Oké, en dan krijg ik voor diamonds krijg ik 300. En ik heb 3 diamonds in totaal. Dus ik zou... Komt-ie. Boom, boom, boom. Ongelooflijk. We hebben in totaal 2800 punten. Ongeveer 7000 puntjes nog en dan zitten we op niveau. Hier wat kool kan ik nog traden. Oké, als ik nou ook wat gold kan minen of zo. Of als ik nou de nether in kan. En ik, nou, dat is misschien wel een beetje ingewikkeld allemaal. Weet je wat ik gewoon even ga doen, jongens? We gaan even de mines induiken. En dan ga ik proberen om veel goud, diamonds, emeralds en weet ik wat allemaal te krijgen. Want op die manier kunnen we heel wat punten krijgen. En ik zit al op 3400 punten. Dus we gaan echt de goede kant op. Kijk, hier hebben we een speedboost. En we... Oh, laat maar. Ik kan hem niet gebruiken. Kijk, dit teleporteert me naar een random punt in de wereld. Waar worden we naartoe geteleporteerd? Gewoon een willekeurig bos. Oké. Laten we even kijken of we gewoon een simpele mine kunnen vinden. Ik heb al een diamond pickaxe, dus dat moet helemaal goed komen. Kijk, kool. Kool moeten we ook gebruiken, jongens. Kool kan je ook traden. Gewoon heel veel kool en heel veel weet ik veel wat voor nutteloze dingen. Kijk, hier kan ik sticks van maken van deze bamboe. Zo, en dan kunnen we toortjes maken. Hier, dan hebben we ook gewoon wat licht. Enig is, ondergrond heb ik niet water, jongens. Dus af en toe moet ik even deze power-up gebruiken. Alleen zo te zien werkt het niet ideaal overal. Dus ik moet hopen dat ik niet ga sterven omdat ik gewoon water tekort kom. Dat is het enige risico als ik te lang ondergrond blijf. Oh, heel veel. Ik heb in de village gevonden en heel veel hooibalen. En van hooibalen kan ik natuurlijk gewoon normale hooi maken.
En hoi, kan ik weer treden bij onze man voor heel veel puntjes. Ik durf te wedden binnen nu en ongeveer een half uurtje heb ik die 10.000 punten en kunnen we naar het laatste niveau. Oké, hoeveel hooi krijg ik hier uit? Oh, dat is echt heel veel. Hier binnen is nog meer hooi. Nog meer hooi. Obsidian? Oh, wacht eens even, jongens. Misschien kan ik dan wel nog even een kort bezoekje aan de Nether maken. Ik heb hier trouwens ook hele goede armor gekregen. Oké, dit kan nog wel eens goed zijn, hoor. Nog een blacksmith, wat ga ik hierin vinden? Diamonds en goud, oké. Oh, jongens, gratis puntjes. Nog meer hooi. Dit is echt geweldig. Dit is echt geweldig. Kijk maar ook die hooisloop. Je vergeet af en toe gewoon dat ik een groot zeemonster ben. Oké, wacht, laten we terug naar huis gaan. En dan heb ik echt absurd veel hooi. En dat kan ik allemaal met deze man ruilen hier. Oh, ik denk dat ik echt heel veel punten ga krijgen. Ik denk dat ik echt heel wat punten ga krijgen. Hoeveel punten zijn het al niet? Oké. Oké, dan kan ik nog mijn kool met hem ruilen. Oh my days. Dat kool is echt overpowered. Diamonds heb ik er nog 2 van. Hoeveel punten heb ik nou? 6100! 6100 punten! Jongens, we zijn bijna ready om de laatste upgrade te doen. Naar level 4. We zijn gewoon bijna klaar. 10.000 kost het. Ik weet het zeker, ik moet gewoon villetjes vinden. En daar al het kool en weet ik wat en wheat dat ik kan vinden gewoon met deze man hier ruilen. Dat is letterlijk alles wat ik moet doen. Kool is overpowered. Kijk, er zijn ook wel andere dingen zoals leren. Zo leren is ook wel goed. Maar kool, diamonds en zo. En dat wheat is echt, dat is echt absurd. Laten we even kijken of ik nog een keer als ik hier door deze random teleporteermachine ga, bij een village terechtkom. Dat zou wel leuk zijn. En wij komen uit in de middle of nowhere in het... Oh god. Ja, ik snap dat ik een zeemonster ben en dat dit eigenlijk een ideale locatie is. Maar koper en zo, dat kan ik ook allemaal verkopen. En dit is... Oh, wacht, dit is zo'n eiland waar je heel veel kool kan vinden volgens mij. Ja, oké, jongens, we zijn klaar. We zijn letterlijk klaar. We gaan het nu gewoon uitspelen met kool. Als we al dit kool nou gewoon even hier hakken. Oké, jongens, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik in een mega-oceaan rond ga zwemmen. En dit is natuurlijk eigenlijk waar ik thuis hoor gewoon, hè. Gewoon in de grote oceaan, hier met overal kleurtjes om me heen. Maar ja, het liefst vind ik gewoon even nog een village. Ik heb dit zwaard trouwens bijna niet gebruikt. Ja, dat kan ik wel leuk op visjes gebruiken, maar dan krijg ik maar 1 punt per visje is 1 punt. Hey, volgens mij zie ik een ruined nether portal. En daar vinden wij natuurlijk... Oh, wacht, dit goldblok ga ik hakken. Dat is ook gratis loot. Hier, hoppa. Wat voor loot zit hierin? Een golden apple? Ja, een flint en steel, wacht. Jongens, wacht. Een flint en steel. En dan denk je, waarom ben je zo enthousiast voor een flint en steel? Nou, ik heb natuurlijk ook die obsidian. Wacht, laten we terug naar huis gaan. Verkopen we eerst heel even weer wat kool bij deze man hier. Nee, de kool trade is klaar. Hij wil geen kool meer met me traden. Oh, dat vind ik echt heel stom. Ik had nog zoveel kool voor hem. Maar, jongens, ik ga een nether portal maken. En we gaan heel even als axolotl naar de nether. Ik ben heel benieuwd wat ik daar allemaal ga vinden. Of ik dood ga of niet. Waarschijnlijk is het gewoon een normale nether. Maar we gaan het zien. Waar gaan we plaatsen? Hier. Volgens mij heb ik net aan genoeg. Of net aan niet. Ik weet het niet. Heb ik net... Nee, ik heb volgens mij net aan niet genoeg. 2, 3. Nee, jongens. Ik moet heel even terug naar die locatie van net. En dan moet ik letterlijk 1 zo'n obsidian blokje nog hakken. Alleen, ik weet niet of ik daar nog kan komen. Oh, man. Stom dit dat ik daar niet even nog wat extra obsidian heb gehakt. Oké, we zijn weer terug op dit stenen eiland. En volgens mij was daar ergens... Ja, daar is het, daar is het. Dan gaan we heel snel door het water zwemmen hier. Dat is een mega groot spannend zeemonster. Oké, dan zijn we hier op het land. Gebruik ik mijn speedboost even om extra... Hey, wacht, een schildpad. Krijg ik daar iets bijzonders voor als ik die kill? Of is het gewoon zielig? Het is gewoon zielig. Maar ik kwam niet voor de schildpadden. Ik kwam hier om dit te slopen. Ik kwam hier om een obsidian blokje te krijgen. Hij is in de lava gevallen. Dan pakken we maar de volgende. En deze is niet in de lava. Jap, hoppakee, dan gaan we naar huis. En dan kunnen we gewoon naar de Nether. Ik had niet gedacht dat ik dat deze aflevering zou doen. Of deze aflevering, deze video gewoon. Daar komt ie. 1, 2, hoppakee. En dan boom. Nou, daar gaan we. De Nether in als zeemonster. 400 punten omdat ik naar de Nether ga. Oh, dat is top. Oké, ik kan hier denk ik alleen niet heel lang blijven. Omdat hier geen water... Oh, trouwens, ik heb die power-up. Dat is misschien wel handig. We zijn gewoon de Nether in. Het is ongelooflijk. We zijn gewoon in de Nether. Wat voor gekkigheid kan ik hier allemaal krijgen? 7000 punten hebben we al. Als ik nou zo net een fortress kan vinden en blaze rots kan krijgen, dat zou echt helemaal top zijn. Maar ja, dan moet ik wel zo'n fortress vinden. Een zeemonster in de Nether. Ziet er niet uit. Nou, we gaan maar wel lekker terug, jongens. Ik heb hier helemaal niks te zoeken in de Nether. Het was even leuk dat ik erheen kon. En ik kreeg 400 punten ervoor. Laten we deze goldblokken maar even traden, want ik heb 19 gold gewoon. Volgens mij heb ik zelfs ook nog wat gold hier in een kistje zitten. Oh nee, niet. Laat maar.
wat ik wel kan doen. Hij wil Cole niet meer met me traden. En dat is jammer. Dat is erg jammer. Maar ik heb nu wel gold. En gold wil de man wel 500 voor 8 trade. Oh, 8000 jongens. We zijn er bijna. We zijn er echt bijna. Ik heb ook het gevoel dat ik nog niet alles hier heb gevonden beneden. Kijk, ik heb dit huis hier wel geloot en zo. Maar ik heb het gevoel dat er meer hier beneden nog is. In de oceaanwereld. Meer loot, meer kisten, meer gratis punten. Maar ook weer niet. Ik heb ook wel het gevoel... Oh, hier, kijk, er is wel goud hier. En goud is altijd welkom, zijn we net achtergekomen. Nou, dit is gewoon best wel een leuk laagje goud dit. Hoppakee. Hey, hier is een hele grote mine. Oh, oké. Kool hebben we dus niks meer aan. Maar, zoals ik net al zei, koper daarentegen, dat wil de man ook wel verkopen of kopen van me. Als we nou gewoon heel wat koper bij elkaar verzamelen. En koper kan je ook gewoon echt heel snel heel veel van krijgen. Het enige is dat ik het wel om moet smelten. Dus ik heb dan nog wel kool nodig, maar puur voor het smelten. Oké, het is tijd om dit allemaal even goed om te smelten. En gelukkig heb ik behoorlijk wat koper. Dus laten we even kijken. Hier wil ik wat kool in hebben en dan ook gewoon wat koper. Kool en koper. Kool en koper. Hier ook weer kool en koper. Oké, dan gaan we even wachten tot het allemaal is gesmolten. Dus daar drop ik even wat troepjes. Ik heb ook nog deze koe die ik kan spawnen. Die gaan we een keertje spawnen. Oh, dat kan hier niet. Die kan ik hier wel spawnen. Het is gewoon een doodnormale koe. En ik ga hem ook gewoon met mijn nieuwe zwaard gaan vermoorden. Ik weet niet waarom ik die had gekregen, maar heel bijzonder was het niet. Oké, ik kan nog 4 leer met hem ruilen. Dan krijg ik 400 punten. Dat betekent dat we veel dichterbij zijn ineens. Ja, hier kan ik nog keys krijgen. Maar ik denk dat ik dat niet meer nodig heb. Laten we even kijken hoe ver we komen als we al deze koper die we nu aan het smelten zijn gaan ruilen. Ik denk dat we dan namelijk nog wel eens bij de 10.000 punten kunnen zitten al. Met een beetje geluk. Oké, ik heb nu 32. En 32 is natuurlijk 2 keer 16. Dan kan ik 2 keer ruilen met hem. Komt-ie. 300 punten. 300 punten. Zitten nu op 9.000. Oh, ik denk dat we dan nog wel eens kunnen redden ook. Met het koper. Oh, en anders gaan we gewoon even 100 diertjes nog doodmaken. Klinkt misschien heel zielig, maar dan kunnen we wel upgraden naar het laatste level. Wat is er in die fontein daarboven trouwens? Daar ben ik nog nooit geweest. Hierboven ben ik nog niet eerder geweest. Zit hier iets of zo? Zit hier nog iets verscholen voor mij? Nee. Oh, jammer. Misschien als ik de liaan hier volg. Ik ga gewoon nog even een beetje... Ik moet toch wachten op me kopen. Ik denk dat ik alle geheimen hier in de pool wel gevonden heb. Oké, koper. Hoe staat het ervoor? Het ziet er goed uit. Het ziet er heel goed uit. Oké, laten we even kijken. Als het goed is, jongens, komt-ie. Koper ruilen. Koper ruilen. Koper ruilen. Zitten we nu op? Oh, ik moet... Oh, mijn god. Weet je wat ik gewoon kan doen? Ik kan gewoon naar die pool hier in het begin gaan, waar al die visjes zwommen. Dan moet ik gewoon nog even 89 visjes slachten. Zwemmen hier nog visjes? Oh, nee, er zwemmen helemaal geen visjes meer hier. Die zijn allemaal bang weggezwommen voor me. Ik geef ze groot gelijk. Weet je wat we dan gewoon doen? Dan wachten we op het laatste beetje koper. En dat hebben we zelfs. We hoeven niet eens te wachten. We hoeven niet eens meer te wachten. Het is zover, jongens. Daar komt-ie. We gaan ruilen. Koper, nog één keer. Boom! 10.211 puntjes. Ik ga al mijn spullen wegdoen. Ik hoef helemaal niks meer te hebben. Allemaal wereldse bezittingen. Die hoef ik niet meer. Hier, alleen mijn eten wil ik nog. Het is tijd, jongens. Het is tijd om te upgraden naar het allerlaatste niveau. Level 4. Hoe gaan we eruit zien? Daar gaan we. Kom maar. Neem mijn 10.000 puntjes maar. Het is tijd. Daar gaan we, jongens. Van level 3 gaan we naar level 4. Hoe gaan we eruit zien? Ik ben echt heel benieuwd. We gaan eruit zien als een... Yeah, unit! Wat een unit! Oh... Mijn god, jongens. Kijk dit dan. Wat een beast. Kijk hoeveel hartjes ik nu ook heb. Ik pas niet eens in mijn inventory. Wacht, als ik even eet, dan krijg ik allemaal hartjes terug. En ik ben ook wel benieuwd naar wat mijn laatste power-ups zou zijn. Een axolotl army. Oh mijn god, kan ik nu letterlijk gewoon axolotl summonen? Wacht, als ik dit dus doe... Ja, ik heb een leger axolotltjes. En ze vechten voor me. Jongens, ik ben jullie paas. Ik ben letterlijk een monster. Ik ben gewoon een monster en ik kan zoveel axolotls spawnen als ik wil. Kijk hoe zwem ik. Wacht, we rennen heel even naar de oceaan toe. Daar gaan we, komt-ie. Hoe ziet het zwemmen eruit? Ik ben gewoon letterlijk een... Kijk hoe belachelijk snel ik ben ten eerste. En ik heb mijn speedboost niet eens geactiveerd. Hier, als ik nu mijn speedboost nog doe... Brrr, ik ben... Kijk dit dan! Kijk hoe snel ik kan zwemmen! Ik zie er ook... Ik ben letterlijk... Wacht even.
Ik weet dat hier een Iron Golem staat. En normaal is een Iron Golem heel groot. Maar als ik nu naast deze Iron Golem sta... Kijk hoe klein een normale Iron Golem is geworden door mij. Je bent niks. Je bent helemaal niet machtig. Je bent zwak, klein en miezerig, Iron Golem. Goed jongens, mijn taak is volbracht. Ik ben de grootste axolotl geworden die ik word. Groter dan dit kunnen we niet worden. We zijn het laatste level hebben behaald. We hebben van alles en nog wat gedaan. Ik vond het een hele leuke video. Vond jij het nou ook leuk? Vergeet dan zeker even niet te liken. Maar vergeet zeker ook even niet te abonneren. Jongens, we zitten bijna. Nou, bijna. We zitten redelijk dicht in de buurt van de 400.000 abonnees. Het gaat echt absurd snel. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk een andere leuke video. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Hierin heb ik een heel voetbalavontuur beleefd. Dus dat is echt heel interessant om even te zien. En nu spreek ik later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.